De fabriek? Een eindje buiten de stad staat een enorme fabriek waar bijna iedereen uit Wapenveld werkt. Mijn vader heeft er ook veel mee te maken. Oh? Ze komen aan in de burgemeesterswoning. De moeder van Kim staat met haar jas aan in de gang, klaar om uit te gaan. Moeder, dit is Stag, zegt Kim. Ik heb hem opgevist in de trein. Wel, wel, zegt mevrouw. Ze neemt Stags hand in haar beide handen en koestert die als een jong konijntje. Goed dat je er bent, jongen. Kim zal je de logeerkamer wel wijzen. Er is natuurlijk geen sprake van dat je iets tegen de boom kunt uitrichten, want de boom is oneindig. Maar het is wel goed om dat eens te merken. Het spijt me ontzettend dat ik nu net weg moet, maar ik zie je straks nog wel. Kim, liefje, er is koud vlees in de koelkast en brood is er ook genoeg. Waar ga je heen, moeder? Naar de ZB. Ik moet hollen, anders ben ik te laat voor het gorgellied. Tot straks. Dag. Weg is ze. Driemaal raden wat de ZB is, zegt Kim, terwijl ze Stag vooruit gaat naar de keuken. Zorg voor bejaarden. Nee, mis. Ziekenhuis voor bedweters. Ook mis. Zending en barmhartigheid. Nee, het is de zusterschap van de boom. Dat is een club dames die menen dat de boom ons leven beïnvloedt. Zoiets als de sterren, begrijp je? Ja, ja, schorpioen en boogschutter en zo. Precies. Ze doen heel gek. Ze zingen bijvoorbeeld een hymne waarbij ze af en toe gorgelen met granaatappelsap uit blik. Dat is het gorgellied. Ze hebben rokjes van bladeren en alles moet van hout zijn. Nou ja, weet ik veel. Ik zal er maar eens gaan kijken, binnenkort. Ben je mal? Schrikt Kim. Er mogen absoluut geen mannen of jongens komen. Die spotten er te veel mee, denk ik, of zo. Nou, simpel dan niet. Intussen maakt Kim iets te eten klaar en ze laat het zich goed smaken. Net als ze alles op hebben, komt de burgemeester uit zijn werkkamer en maakt ook kennis met Stag. Hij maakt een enorme energieke indruk. Bedrijvig loopt hij heen en weer, een paar boeken in zijn hand. Bepaalt geen man voor ellenlange kletspraatjes in een gemakkelijke stoel, maar hij is heel vriendelijk. Je kunt zo lang blijven als je wilt, zegt hij. Alles wat je over de boom wilt weten, zal ik je vertellen. Bovendien is het meeste van wat erover is geschreven in mijn boekenkast ook te vinden. Als je dat allemaal wilt lezen, heb je wel een paar jaar nodig. Dat ben ik eerlijk gezegd niet van plan, zegt Stag. Ik hou me maar aan de regel van de oude koning. Die heeft gezegd dat één ontstoken vuurpijl meer licht verspreidt dan 100 kisten vuurwerk op zolder. En dat is het laatste van belang wat die dag heeft gezegd. Verder praten hij en Kim alleen over koetjes en kalfjes. De burgemeester heeft zich al spoedig weer teruggetrokken in zijn werkkamer. De volgende morgen brengt Stag onder leiding van Kim een bezoekje aan Boomzicht. Een restaurant van waaruit je de granaatappelboom kunt zien staan. Met het blote oog gaat dat niet best. Maar als je een kwartje in een kijker gooit, kun je hem duidelijker zien. Het lijkt wel een doodgewone boom, zegt Stag. Maar de woorden zijn nog niet uit zijn mond of een enorme dreun doet hem een halve meter de lucht in springen van schrik. Kim hoort de knal niet eens. Als je de kijker een eind draait, zegt ze, dan zie je de kruidfabriek. Wat een ontzettende knal. Was dat zo'n granaatappel? Hè? Oh ja, natuurlijk. Zei je kruidfabriek? Ja, dat zei ik. Maken ze daar kruid? Kruid en patronen en raketten en al dat oorlogsgetuig. Dan komen die knallen zeker uit de fabriek. Nee hoor, zo gemakkelijk is het niet. Het is echt de granaatappelboom. Dat staat als een paal boven water. Het is wel toevallig anders dat hier een kruidfabriek staat. Ja, dat hebben wel veel meer mensen gezegd. Maar niemand kan begrijpen wat de boom en de fabriek met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Ga je mee terug? Oké. Als ze thuiskomen gaat Stag regelrecht naar de werkkamer van Kims vader. Wat kan ik voor je doen? Vraagt de burgemeester. Wil je meer weten over de boom? Ik wil graag weten, zegt Stag, hoe een gewone appel groeit. Maar Stag, dat heb je toch op school geleerd? Nou, ik ben maar heel kort op school geweest. Net lang genoeg om te leren lezen en schrijven.
Verder weet of kan ik niks. Oh, juist. Kijk eens, het begint met de bloesem. Dat wil zeggen, de bloemen. Een bloem heeft een bloembodem. En daarop staan een stamper en meeldraden. Komt er nu een beestje, stijfmeel van de meeldraden of van de meeldraden van een andere bloem, op de stamper? Dan krijg je een vruchtbeginsel, waaruit de vrucht kan groeien. Aha, gaat dat zo? Maar hoe komt dat stuifmeel dan op die stamper? Doordat het blijft hangen aan de poten van een insect, een hommel bijvoorbeeld of een bij, en wordt meegevoerd tot de hommel toevallig een stamper aanraakt. Of doordat het verstuift in de wind en voor een deel op stampers terechtkomt. Burgemeester, er is een kruidfabriek, nietwaar? Inderdaad. Die hoge schoorsteen, komen daar met alle rook ook kleine kruiddeeltjes uit? Stuifkruid, zo gezegd? Ongetwijfeld. Ik begrijp waar je naartoe wilt. Dat stuifkruid kan op die stampers komen. De bloem groeit dan niet uit tot een appel, maar tot een granaat. De gedachte is ook wel eens door mijn hoofd geschoten, maar het is erg onwaarschijnlijk. En bovendien, als het al zo is, dan is er toch niets aan te doen. Je kunt onmogelijk voorkomen dat er een klein beetje kruid verstuift bij zo'n groot fabriek. Neem me niet kwalijk, burgemeester, maar zo onwaarschijnlijk lijkt het me niet. En er is heel gemakkelijk iets aan te doen. Wat dan? Sluit de fabriek? Onmogelijk, roept de burgemeester, zijn handen in de lucht zwaaiend. Heel Wapenveld verdient er zijn brood. De stad zou geruïneerd worden. Stag krabt zich achter het oor. Tja, wat gebeurt er eigenlijk met dat kruid en die patronen en alles? Die gaan naar een grote rijksopslagplaats, de zogenaamde katoloodsen. Daar wordt alles bewaard. Waarom? Waar dient het voor? Het ligt er opgeslagen tot er oorlog komt met Eltoren, ons buurland. Het is 30 jaar geleden dat we met Eltoren in oorlog waren. Dan zal er zo langzamerhand heel wat liggen. Is het nog niet genoeg? Nee, want volgens onze spionnen bouwen ze er ieder jaar in Eltoren een zogenaamde Eltloodsen bij. Dan kunnen wij niet achterblijven. Dat begrijp je wel. Nee, ik begrijp er niks van, burgemeester. Bouwen wij loodsen vol kruid omdat Eltoren het doet en bouwt Eltoren loodsen vol kruid omdat wij het doen? Zo is het. Maar dat is toch krankzinnig? Ja, eigenlijk wel. Maar niemand weet hoe je het moet veranderen. Burgemeester, zegt Stag, als de directeur van de fabriek de kruidzakken liet vullen met een mengsel van bruinzand en turfmolm en ze liet afleveren bij de katoloodsen, wat zou er dan gebeuren? Wel, dan zou de minister, dan zouden de generaals en de admiraals, dan zouden de ambtenaar, ja, niks eigenlijk. Ik denk dat het er voorlopig niet zou gebeuren. Laat hij het dan doen. Ja, maar eens zouden ze toch merken. Ja, en dan? Dan zouden ze de zakken leegstorten in de stadsparken en mij een keurig touwtje om mijn nek ophangen aan een boomtak. Waarom u, burgemeester? Omdat ik de president-commissaris van de fabriek ben. De wat is? Ja, de baas. Oh. Stag loopt nadenkend de werkkamer uit. Op het nippertje ontsnapt hij aan alle lyrische verhandeling van mevrouw burgemeester over de ZB. Het dwaalt door de stad, maakt van tijd tot tijd een luchtsprong als er een granaat ontploft en eet een zoute haring aan een kraampje. De zon schijnt, de vogels kwinkeleren, de haren van Kim glanzen, maar de schoorstenen van de kruidfabriek roken opdat steeds meer en grotere katoloodsen gevuld kunnen worden met vernietigingsmaterialen. Jongen, denkt Stag. En dan zeggen ze dat ganzen en ezels zulke domme dieren zijn. Hoe is het toch mogelijk? Na enige dagen begint hij te wennen aan de enorme dreunen die de rust in Wapenveld verstoren. Meestal loopt hij piekerend door de stad, soms alleen en soms met Kim. Niemand stoort hem. De burgemeestersvrouw verzekert hem om de andere dag dat hij net zo lang mag blijven als hij wil. De burgemeester ziet hij amper en Kim kust hem soms tersluiks op een bankje in het park. Op een dag loopt hij mijmerend de stad uit, in de richting van de boom. Hij pijnigt zijn hersens om een manier te vinden
waarop de kruidfabriek kan worden stilgelegd zonder dat de welvaart van de stad in gevaar komt. Let op, Stag. Je komt te dichtbij de boom. Je hebt ongemerkt de dikke rode streep overschreden die het gevaarlijke gebied omgeeft. Zakken met Turfmon naar de katoloodse, pijnt zij. Misschien duurt het een jaar voordat ze het merken. En dan? Ja, dan gaat Kims vader eraan. Dat kan niet. Iemand anders zou de schild moeten krijgen. Ja, nee, dat kan ook niet. Dan gaat hij eraan. Een geweldige knal en onmiddellijk daarop een harde klap tegen zijn hoofd en rechterschouder. Onderbreekt zijn gedachtegang. Hij valt op de grond en grijpt met zijn linkerhand naar zijn getroffen schouder. Ik ben geraakt, denkt hij verbaasd. Zijn vingers zitten onder het bloed. Hij krabbelt overeind en strompelt terug naar de stad. Steeds moeizamer loopt hij. Het bloedverlies maakt zijn hoofd licht. Vlak bij de rode streep valt hij opnieuw en raakt buiten bewustzijn. Een half uur later wordt hij gevonden door een paar mannen van het plantsoendienst. Ze trekken hun jasjes uit en steken twee harken door de mouwen.